dinsdag 22 juli in Café Spui. En zijn geweest naar... Dawn of the Planet of the Apes. Cheers. Hè? Wat is dat nou? Een extra proost? Ja. Wie hebben we aan tafel? We hebben aan tafel Danny de Neef, een vlotte babbelaar, bekend om zijn ongezouten primaire meningen. En wie loopt nu weg? Dat was Kees. Kees die gaat het niet afwachten. Ik zet hem even hier neer. Oké, Dawn of the Planet of the Apes dus. Nee, het is mij een waar genoegen dat ik hier deel mag uitmaken van dit gezelschap. Of was het niet, ook waar genoeg om bij deze film in de zaal te zitten? Precies, we doen het niet officieel, Danny. Nee, gelukkig niet. Je mag alleen maar met twee woorden spreken. Wonderlijke film. Ik vond het een wonderlijke film. Hoezo? Wonderlijk. Explain. Een paar keer moest ik lachen. Waar moest je om lachen? Ja, op momenten dat de filmmakers bedoelden dat jij ging lachen? Of? Nee, op momenten dat het wel heel erg op mensen gingen lijken. Zeg maar. Ja, ik hoorde jou lachen toen een bij een van die apen een traan over over zijn snuit liep. Dat ze elkaar een soort high five gaven, vond ik ook een beetje te ver gaan eigenlijk. Ik vond het verschrikkelijk mooi gemaakt. Ja, maar een beetje vet dus. Dat moeten wij verstaan. Ja. Ik vond het ook een hele vreemde twist die erin zat met mensen en apen en wie er nou goed en slecht was. Ja, maar dit gaat natuurlijk eigenlijk over Israël en de Palestijnen, Danny. Dit. Ja, maar wie zijn dan de Palestijnen en wie zijn dan de Israëliërs? Zijn we allemaal apen? Zijn wat na-apen? Vaders en zonen zat er ook natuurlijk weer sterk in. Ja. We hebben altijd vader-zoon patronen ontdekken wij in onze films. Okay. We zitten nu al zeg maar dat we de thema's er met de haren bij gaan slepen. Ja, nee, precies. Hey, maar wat Kees net zei voordat hij wegliep, is dat de kranten die schrijven dus allemaal dat dit een hele goede film is. Ja. Vonden we dit een hele goede film? Ja, ik lees die kranten niet, maar vonden we dit een hele goede film? Geen heel goede film. Ik vond het inderdaad wel echt verschrikkelijk mooi gemaakt. Het is een beetje cliché bij zo'n film als dit. Maar oké, kennen jullie dat verhaal van... er was ooit zo'n onderzoeker, zo'n biologe. En die heeft toen een boek geschreven. Gorillas in the Mist heet dat geloof ik. Ja. Over dat ze 20 jaar lang tussen de apen heeft gewoond. Nou kijk, als ze dat nou hiermee hadden gedaan. Gewoon, die apen wonen daar in het bos. Hebben daar zijn eigen maatschappij. Ze kunnen een beetje praten. Ze zijn heel slim. En er komt er één mens en die gaat ertussen zitten. En dan gebeurt er eigenlijk het niks. Het is geen conflict. Geen oorlogen, dus je wilt geen plot twists op twee derde van de film. De eerste helft van Avatar. Maar ook de eerste helft van deze film. Ik vond de eerste 20 minuten vond ik geweldig. Uh-huh. En toen barstte het verhaal los en toen vond ik het zo saai worden. Ja. Oh, er komt een oorlog. Oh, dat gaat natuurlijk weer niet goed. Die komt er helemaal uittekenen. Ja, je komt er helemaal volgens het boekje. Ja. Het is saai voor woorden. Ik vond het ook saai. Ja. Maar ja, en ja. Die vader en die zoon en die... Nee joh, dat had helemaal niks met lijf. Nee. Maar goed, het was grappig dat ze erin zaten. Mm. Ik vond wel mooi, inderdaad wat jullie zeggen. Ik ben altijd wel... ik hou in zijn algemeenheid niet van die post-apocalyptische films. En dat is dit er natuurlijk ook eentje. Ja, daar hou ik wel heel erg van. Ja, van Snowpiercer, maar niet van Snowpiercer. Nee, maar ja, dat was alleen maar op een trein. Dat is gewoon een kutfilm. Dat verhaal was gewoon nog eventjes. Ja. Nee, maar in elk geval. Maar voor een post-apocalyptische film. Hij zag er wel fantastisch. Dat San Francisco, wat zag dat er mooi uit. Dat zag er ontzettend mooi uit. En wat ik ook heel mooi vond, er zaten echt een aantal scènes bij die gewoon echt lekker dreigend waren. Mm-hmm. Gewoon in het begin dat die man alleen in dat apenkamp kwam. Met allemaal wat van die grommende grote dingen eromheen. Ja. Dus er zaten echt dingen in deze film die heel erg goed... Sowieso dat apenkamp. Er waren een paar dingen die gewoon heel erg goed waren. Maar een aantal dingen die helemaal nergens gevoelden. Nee, maar er waren ook een aantal dingen. Het was verder. Het was allemaal zo gewoontjes verder. Mm-hmm. Eigenlijk. Toch? Het was weinig bijzonder. Ja. Verhaal technisch bedoel je. Ja, het was heel erg volgens het boekje. Plus een heleboel dingen sloegen helemaal nergens op. Ja, wat zogenaamd waren de alle mensen uitgestorven. Maar dan bleek gewoon heel San Francisco. Bleek vol met mensen te zitten. Op wandelafstand. En een kamp vol met doorgedraaide apen ontsnappen ze door een soort achterdeurtje en verstoppen zich dan achter een boom en worden niet gepakt. Ja, precies. Dat kan echt niet. Nee. Die aap die ruikt jou beter, die ziet jou beter, die heeft jou echt al.
Ja, inderdaad. En hadden ze dan weer stroom. En die videocamera die had daar dus al 2 dagen liggen opladen. En de batterij stond op 42%. Nou, dat klopt ook niet. Dat heb jij dan weer gezien. Ja, viel me op. Ik vond wonderlijk dat die idee van de kon. Ik vond het heel wonderlijk dat die aap hem kon bedienen. Jongens, ik vind dit eigenlijk een beetje gezeur hoor, dit soort dingen. Ja, maar hij heeft een heel klein duimpje. Dus dat... Nee, maar dit soort dingen zitten, ik bedoel, dit soort dingen zitten in alle films. Ja. En hoe hoger het budget, hoe meer je het gaat afkatten of zo. Nee, dat komt gewoon omdat over het verhaal niks zinnigs te zeggen valt. Want het verhaal was puur... Nou, ik vond het saai worden inderdaad, precies wat jij zegt. Ja. Schitterend. Nou, weet je wat ik dan, maar als we dan toch op slakken zout gaan leggen. Wat mij altijd opvalt is dat helden, als de omstandigheden goed zijn, dat ze dan altijd glad geschoren zijn. Yeah. Maar als de omstandigheden slecht zijn, dan is er eigenlijk, zonder dat de tijdsverloop duidelijk is, ineens een 3 dagen baard gaan staan. Dus dat is heel wonderlijk. Ik vond dat wel die Malcolm op een gegeven moment. Ja. Over baarden en helden gesproken, die Caesar, die hoofdaap zeg maar. Ja. Wauw, wat een charisma. Ja, inderdaad, dat is waar. Ja, daar zat wel een soort Andy Serkis achter, die à la Gollum met allemaal... Er zat echt een gezicht. Ja, gewoon een goede kop. Echt wel lijst goed gedaan. Ja, ik vond het heel mooi hoe ze die apenkop op mensen hebben laten lijken. Zonder dat het overdreven is. Dat vind ik heel knap. Behalve die traan dan. Ja, zo, die traan die lag er zo dik bovenop. Nee, maar goed, die slechterik, die had wel weer een echt woest hoofd, vond ik. Ja, die vond ik ook wel goed gedaan. Ja. En met, die deed me denken aan dat ene hele lelijke konijn uit Waterschapsheuvel. Ook met zo'n een half uitblik melkoog. Misschien was er wel inspiratie ervoor. Dat zou wel kunnen. Nee, maar dat vroeger had je natuurlijk. Ik heb op een bepaalde manier kreeg ik dan ook wel een beetje de heimwee naar de man in het rubberpak. Ik vind er ook heel mooi uitzien. Precies. Zoals vroeger. Ik zat me vooral voor te stellen hoe zou de man in het rubberen pak reageren als hij deze film ziet. Want dit is hier zowel een bepaalde perfectie bereikt, toch? Hebben jullie de vorige, die oude Planet of the Apes films gezien eigenlijk? Ja. Complete apenjacht. Nou ja, je hebt de eerste ook niet gezien. Nee, geen enkele. Oké. Nee, wat ik dacht letterlijk dat het ging over een andere planeet die bewoond was door apen. Dat dacht ik dus ook, ja. Ja, maar er zijn er, want je hebt de Tim Burton remake gehad uit, wat was het? Volgens mij 1999 of zoiets dergelijks. Mm-hmm. Daar was het inderdaad een andere planeet. Even kijken. En die serie die we hebben gehad in de jaren 60, toen waren ze eigenlijk de man in het rubberpak ook al voorbij. Want die wonnen allemaal Oscars voor de beste make-up en dat soort dingen. Okay. Dus toen zagen ze er eigenlijk ook al heel goed uit. Ja. En hoe verklaar je die titel? The Dawn of the Planet of the Apes? Ach, dat is natuurlijk een beetje George A. Romero. Day of the Dead, Dawn of the Dead. Ik vind die 2 keer of, vind ik ook zo afschuwelijk. Ja, nee, het klinkt Dawn gewoon of niet the goed. Planet he? Of the Apes. Nee, ja, dat is niet mooi. Echt, nee, klopt. En je vraagt je af waarom ze dat precies. Maar ja, omdat het begin is van een nieuwe sequel natuurlijk. Het einde is zo overduidelijk van stay tuned voor deel 2. Nee, zo is ook met zo'n podcast als dit. Ik bedoel, Lars en Mark is goed, maar Lars en Mark en Danny, ja dat kan, dat is... Nee, maar dan krijg je Mark, Lars en Danny. Zolang het maar Mark, Lars en Danny is inderdaad. By the Jew. Tekstwonder. Dus. Nee, maar een beetje saai dus. Ja, een beetje saai, maar wel mooi. Wel mooi, ja, voor het. Bij mij kwam er een woord op dat was onderhoudend, vond ik het. Ja, heb je niet verveeld. Onderhoudend en saai was een soort contradictio in terminis voor mij. Okay. Was het nou onderhoudend of was het nou saai? Nee, onderhoudend, op een gegeven moment vond ik het saai. Oké. Dus je vond het 1,5 uur onderhoudend en toen saai, of 1 uur onderhoudend. Nee, wanneer hield het op onderhoudend te zijn? Het wisselt elkaar af, zeg maar. Oh, dus er zaten saaie stukken in het onderhoudende film. Ja, ik ben het niet met je eens dat het een contradictio in terminis is. Want het was tegelijkertijd saai, het verhaal hoe dat zou gaan ontwikkelen, dat was totaal niet interessant. Nee. Voorspelbaar is dan misschien het woord. Voorspelbaar oninteressant. Ja. Het was visueel, was het zo... gripping, zeg maar. Ik kon gewoon niet blijven. Ik had genoeg aan de visuals. Mm-hmm. En ja, intussen baalde ik van het verhaal. Ja. Ja, dat had ik op een gegeven moment ook losgelaten. Ik was eigenlijk gewoon plaatjes aan het kijken op een gegeven moment. Mm-hmm. Ja, er waren van die momenten dat ik dacht,
Je hebt bijvoorbeeld zo'n. Je hebt bijvoorbeeld de remake van War of the Worlds van Steven Spielberg. Met Tom Cruise. Ja, met Tom Cruise. Daar wordt geweldig, ook op een subtiele manier, met spanning gespeeld. Mm-hmm. Je kunt een scène hebben van 5 minuten die er alleen maar aan gaat in zo'n ruimte van vinden ze elkaar of vinden ze elkaar niet. Ja, ja. En deze film had 100.000 momenten waarop je met dat soort spanning had kunnen spelen. Veel beter dan, nu. Ja. Nou denden het allemaal maar een beetje door. Dus die scène van wat jij zei, apen gaan achter de mensen aan. De scène dat de hoofdpersoon die chirurgenkit moest pakken. In dat, daar kun je zo lekker mee spelen. Ja, dat is wel spannend, niet. Hoor. Er is heel weinig subtiliteit. En daar had je dit een veel betere film mee kunnen maken. Ja. Als je een paar van dat soort dingen had gedaan. En dan had je die voorspelbaarheid nog beter gepruimd ook. Ja. Denk ik. Nee, maar een beetje de spanning van de eerste film Alien of zo, weet je? Dat deed En dat miste ik wel een beetje. Maar dat is bijna het tegenovergestelde van dit. Daar zag je die alien bijna niet. Bijna niet, nee. Ja. Dus daar was visueel, was alleen maar zwart. Ja. Maar wel heel spannend. En het verhaal was ook wel veel beter. Mm-hmm. Ja, precies. Ja. Met die scheepsarts. Ja, nee, precies. Ja, het was gewoon, en je zag dat ding bijna niet. Nu zag je iedere keer die apen. Ja. Maar je miste de spanning weer. Ja, maar bij Alien heb je het toch weer over een echte horrorfilm. Ja. En, nou, ik vind toch een aap die tegen je praat, vind ik ook aardig Alien. Ja, maar dat is typisch van die film. Hij begint direct al met dat er een aap tegen je praat. Nee, maar precies. Maar inderdaad, dus dat is wel raar. Dat van die apen en die taalbeheersing, dat vat ik ook nog niet. Dat ging ook steeds mooier praten. Ja, ja. Ja, precies. Maar ook apen die er eerst geen hout van konden, die begonnen dan ineens met het reciteren van Shakespeare. Dat was inderdaad, er werd ook met die taal wat wonderlijk omgesprongen. Ja, dus dat is op een seconde, ik denk dat ze zo moeite hadden in het begin om die aap zeg maar te laten grommen. Mm-hmm. Dat ze zo blij waren naar het eind toe dat ze dat script zeg maar konden loslaten. Dat ze gewoon konden laten praten. Ja. Over filmscripts gesproken, Mark, wij hebben een briljant filmscript hebben wij bedacht. Oké, het is 22 juli, dus bij deze timestamp, alles wat hierna met dit verhaal wordt gedaan, is dus van ons, ja? Ja, nee, precies, maar misschien moeten we eerst gewoon even een cijfer geven. Yeah. Hè, zoals we gaan het naast haar onthouden. En dan, precies, en dan zetten we de knop op uit en dan gaan we dat briljante script bespreken. Jammer, luisteraar. Ja. Goed, cijfers. 6, 7. Puur voor de beelden. Ja. Nou, dat is ook wat waard. Het oog wil ook wat. Het oog wil ook wat. Nou, dat was het dan alweer. Oké. En dan gaan we nu een fantastisch verhaal horen.